als ik langs boten loop, ben ik altijd heel erg nieuwsgierig hoe het er van binnen uitziet. En daarom ga ik de komende tijd bij verschillende boten binnenkijken. We zijn aan boord bij de Summerwind. Bij Casper en Floor. Dan zou je kunnen vertellen wat de belangrijkste dingen hier buiten zijn? De vangsttrofeeën. Nou, de grootste was een Mai Mai en de kleinste, als je die nog ziet, daar nog eens een tonijntje. En je hebt een witte baan. Ja, die werkt als een trein. Ja, onze boot kan droogvallen, dus... Hebben jullie dat al gedaan? Ja, in Portugal. Dat was ook de eerste keer, dus de wereldreis vol verrassingen. Bleef je recht liggen of niet? Nee. De derde keer niet, dat was even schrikken. En dan moet je wachten tot het weer hoog water wordt? Ja. En dan leg je alleen schuin, dus dan moet je de laatste kant leggen. Dat ligt het lekkerst. Maar ja, alles is hydrauliek bestuurd. En je hebt zonnepanelen? Twee zonnepanelen van 135 watt, zeg ik eventjes. En een windgenerator. En hier moet je ze goed schoon houden, want we hebben alleen maar zand in de lucht gehad. Al een tekort gehad? Nee, nog geen één keer. We hebben ook nog geen stroom gedraaid echt, of wat dan ook. Dus perfect. En jullie kuip? Heel beschut. Ja, heel klein. Maar je kan je lekker overal schaap zetten, dus... Die leuke kerstverlichting. Ja. Die hebben we van de Vastus gekregen. Het is een cumulant. Een cumulant. Het wordt niet meer gemaakt. Het is een van de stad ontwerp. Het is van staal. Dus het is een zware boot, 14 ton. En ze gaan niet heel hard, maar wel comfortabel. Wat ik heel fijn vind, is dat het veel ruimer is van binnen dan dat je op het eerste gezicht verwacht. Dus dat hier lekker hoog is. Ja. Je hier eigenlijk best wel veel leefruimte hebt. We hebben relatief weinig opbergruimte. Dus hieronder hebben we eigenlijk allemaal onze spullen met eten en dergelijke staan. Dus je moet een beetje slim met je ruimte omgaan. Dus we hebben bijvoorbeeld als broodmeel bewaren we in lege waterflessen. En je hebt dit wel heel slim vastgemaakt zo. Ja, hebben we met netjes gedaan, redelijk netjes. En dozen vol spullen. Precies. We hebben kastjes bijgemaakt, want dit is voor een boekenkast, die was er niet. Zelfs boekenkasten zijn bijgemaakt. Nu komt buis, hier komt van alles uit. Dit is ons nieuwe fornuis, daar zijn we heel blij mee. Drie pitten en een hele goede oven. De koelkast heeft altijd hier gezeten. Met varen moet je daardoor wel wat meer opletten dat niet alles eruit komt zitten. Dit is jullie kruidenrek. Ja. Echt heel leuk. Ik heb er heel lang naar gezocht op internet, tot ik er eentje vond. En ik denk, nou, dat blijft wel staan. En wat zit er achter de deur? Achter de deur zit onze tweede slaapkamer, maar tegenwoordig... Met de rotsen van... En dat is de toilet. En we hebben dus voorin de douche, maar tegenwoordig ook een rommelhok. Hé, er ben in ieder geval geen spullen tekort. Een douche doen we tegenwoordig op het achterdek. Dit is de master bedroom. Dat is de master bedroom. Met een echte trap naar het bed. Ja, precies. Daar zat vroeger een tweede motor onder. Maar hier hebben we tegenwoordig de watermaker onder zitten. We hebben een AED bij ons. Wow. Waarschijnlijk de enige ter wereld. We navigeren op de computer met OpenCPN. We hebben een korte golfradio. En een heel groot paneel. Knopjes voor lichtjes en instrumenten. En... Heb je een schema daarvoor? Nee, tuurlijk niet. Het zit hierin. Ik onthoud altijd alles. Ja, en zou jij je andere vertrekkers staal... Als je van schilder houdt, wel. Hij staal is wel lekker zwaar, dus dat geeft wel een goed loggevoel in het water, lekker solide. Mm-hmm. Maar je moet wel van schilder houden. Dus je moet wel regelmatig je onderhoud plegen, anders moet je er echt niet aan beginnen. Ik heb gehoord dat jij voor onderhoud wel een goede regel voor jezelf hebt. Ja, altijd 2 klusjes per dag. Want dat is echt verstandig. Je houdt het lekker bij allemaal. Je houdt je boot knap. En dat is gewoon goed, want je moet er nog wel even een tijdje mee. Is dit een speciaal iets wat hier hangt? Dat was een van de afscheidscadeautjes die we hebben gekregen. En deze hebben we van de tijd gekregen. En vlaggetjes hangen al klaar. Ja, maar jullie hebben dit gewoon zelf gemaakt. Ja. Dat is wel echt ideaal. Is dit de hengel waar je mee vist? Ja. Dit is Berry. En Berry doet het heel goed. Ja. Dit gaat over aanmelden op een blog. Hoor ik dat nou goed? Ja, je kan je aanmelden op ons blog www.sisummerint.blogspot.com. En hebben jullie ook nog een YouTube kanaal? Maar dit zou niet meer doen. Dat kan je vinden door op onze blogpagina rechts op ons logo te klikken. Oh ja, dat wist ik ook. Chase when the whistles,